Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij vandaag een nieuwe video. En vandaag zijn we hier met... Ja. We gaan vandaag weer kijken naar een zelfgenoemde... Jullie houden ervan. En we hebben weer een nieuwe gevonden. Ja. We hebben natuurlijk ooit boek gehad. Dan hebben we die rare gast met die TikToks. Dan de vorige keer hadden we Olen. Die trouwens, kwam ik net achter. Ik had tegen hem gezegd, als je mijn bericht krijgt, een Arup-fles. Hij heeft mij een bericht gestuurd met... stuur me op die Arup. Dus ik heb nu zijn adres gevraagd. Dan kunnen we met z'n allen langs. Nee, dat ga je natuurlijk. Maar ik heb een nieuwe. Ik heb een nieuwe te pakken. En dit is weer... Ik heb weer echt een parel des parels. Dit jaar wordt het jaar van mij. Nee, ik heb vandaag echt een mooie te pakken. Dit is een bijzonder verhaal, als je mij vraagt. Dit is een heel bijzonder verhaal. Laten we maar meteen beginnen. Jullie zien hier mijn scherm op TikTok. En dit is een Fortnite YouTuber. En hij had ook allemaal dingen op Fortnite. En ik zei, we kunnen even in je aanklikken. Nou, dat dus. Ik ga gewoon even een beetje rondjes rijden op mijn motor. Ik weet niet hoe mijn dun zit. Mijn race skills gaan we omhoog de laatste paar dagen. Dat wel, dus. 2 seconds later. Oh, hier komt die aan. Die wordt grappig. 2 seconds later. Ha! Ha! Oh, ja, leuke explosie. Nou, het is een bankse fan ook waarschijnlijk. In ieder geval van, zeg maar, normale Fortnite filmpjes. Van dat hij gewoon, even kijken wat dit is. Zo, hop. Nou, zie ik heel hop. Ja, goed. Ging het langzaam naar 2200 PC giveaway. Jongens en meisjes, ik ben nu bij Samen die CT Sound met een 2200 euro PC. Oké, dan denk je, oké, prima. En dan ineens krijgen we dit. Yo man, heb jouw geld geïnvesteerd in crypto? Nee man, ik weet niet echt waar ik moet beginnen. Dan heb ik heel goed nieuws voor jou. Want als jij een account aanmaakt via de link in mijn beschrijving, krijg je 10 euro gratis aan bitcoin bij je eerste deposit. Dus ga naar mijn link in de beschrijving. Kijk, dat is natuurlijk al shady. Zelf hebben wij ervoor gekozen. Ik heb natuurlijk ooit het kanaal bitcoin gehad. Ik weet niet of jullie... En dat herkennen waarschijnlijk echt 5 man. Ik was ooit een kanaal gestart dat ging over bitcoin. Dat was denk ik 5 jaar geleden nu. Dat was nog toen ik in Rotterdam woonde. Dus het was voor... Ja, 2018 is 4, 5 jaar geleden. 2017 misschien. Maar toen dacht ik, dat is leuk. Want dan kan ik daarover gaan vertellen. En dat is interessant. Maar die wereld is zo fucked up. Ik ben echt heel blij dat ik daar gelijk mee gestopt ben. Toen kreeg ik ook zoveel aanvragen van bedrijven die tegen mij zeiden, hey, kan je mijn crypto exchange promoten? En dan krijg je echt heel veel geld voor. Maar ik kreeg dusdanig veel geld daarvoor. Ik denk dat toen dat kanaal Bitcoin had 10.000 abonnees. En video had 10.000 views. En dan kreeg ik een aanbod van zo'n Bitcoin partij. En die zei, ja, we noemen onze website, link in de beschrijving, en we geven je 8.000 euro. Nou, dat is dan niet normaal, mensen. Ik was gepokt tegen maas genoeg om te weten, op het moment dat zij mij zoveel geld willen geven voor maar 10.000 views. Dat klopt ergens niet, dat klopt ergens niet. Maar daar denkt deze gast heel anders over. Want als je dus via zijn link in de beschrijving dat deed, dan kreeg je voor 10 euro gratis bitcoin. Hier ging het bergafwaarts. Hier ging het echt bergafwaarts. De afgelopen dagen was echt een bloedbad in de cryptomarkt. Namelijk Luna, een top 10 coin, is van $130 naar $0 gegaan. Hij begon daarover crypto, een beetje crypto uitleg. En denk je, oké, dit valt nog wat te redden, valt nog wat te redden. 10 euro per dag. Met al die dingen op de achtergrond, met die grafieken, met allemaal onze mooie kleuren. Dit is de LGBTQ grafiek die je aan het bekijken is. Dan denk je nog van, oké, misschien is dit een fase, weet je, een fase. En toen, ja, je weet het, dan gaat het komen, het spijt me mensen. 18 jaar, gestopt met school, verdient geld online vanaf een laptop. Nee, daar komt het al, dan weet je, woont in Bali, werkt vanaf daar, living the best life, ja. Living the best life, ik zie het uitzicht. Ik wil bijna zelfmoord plegen. Oh mijn god. Alles is mogelijk. Nou mensen, dan weet je eigenlijk al, het einde is zoek. Het einde is absoluut zoek. Nou, dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Het wordt echt nog veel en veel en veel en veel en veel en veel erger. Echt veel erger. Same boy. Ja, wat is dan feest? Is dat het feest? Het plezier hebben, weet je wel. Maar same boy, different mindset. En nu? Werken. Oh. POV, je snapt het systeem op 18-jarige leeftijd. Hashtag escape the matrix. Gaat het dus om dat je dus de matrix, zeg maar, dat je gewoon een baan hebt. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat wordt dan de matrix genoemd. Dat je dus werkt en, nou ja, geld verdient. Dat is de matrix. Want in principe zou iedereen voor zichzelf moeten beginnen. Wat alleen de mensen niet snappen, die zeg maar dat uitleggen van escape the matrix, is dat als iedereen dat zou doen, dan zou niemand meer voor je kunnen werken. Want iedereen is de matrix aan het escapen. Maar hij snapt het op 18-jarige leeftijd, dat is fijn. Haters will hate. Nou, seriously, maar hij woont dus op Bali. Dat is een ding. In dat waarschijnlijk het huis net met, als je naar buiten kijkt, dat je zeg maar meteen helemaal depressief wordt. Dat. Lekker in Bali wonen is nou ook lekker goedkoop. En dan kan je nog mee doen als je zeg maar een beetje redelijk klein beetje salaris verdient door cursussen die je verkoopt. Alsof je dus heel rijk bent. Als je in Nederland zeg maar die paar cursussen afkoopt, dan zou je waarschijnlijk nog steeds bij je ouders wonen. Aangezien je dan echt niks kan betalen. Omdat ja, die verdient niet heel veel geld. Maar omdat Bali zeg maar die lonen heel laag liggen. Omdat alle mensen daar voor heel weinig geld werken en alles heel goedkoop is, dan kan dat wel. Gaaf. Ook genieten naast het werken. Oké, hier staat een naam bij. Wacht. Atlas Beach Fest. Our pools are currently under treatment. It is not advisable to swim for those with sensitive skin. What the fuck?
Wat? IDR6. Wat is omrekenen? Dat is 360 euro. En ik kan me zo voorstellen dat hij niet in zijn eentje is. Dus zal hij waarschijnlijk dus met zijn 5 maten hebben ze allemaal 60 euro ingelegd. En doen ze net alsof het fucking gaaf is. Ook genieten naast het werken. Dat zijn die prijzen, mensen. Snappen jullie het nu? Het is niet gaaf als je vriend naar Bali gaat en doet alsof hij daar het mannetje is. Als je hier uit eten gaat, bij Loetje ben je meer geld kwijt. En dan krijg je een stuk vlees in boter. Jongens en meisjes, leuk dat je kijkt naar de eerste video van de 30 Day Challenge. In deze serie ga ik jullie meenemen in mijn leven als 18-jarige fulltime ondernemer die in Bali woont. Ik heb een paar regels voor mezelf. Oh mijn god, we hebben er weer één, jongens. We hebben er weer één. 30 Day Challenge, koud douchen in de ochtend, geen alcohol. Alcohol, shut your mind off. Ja. 6 keer per week kickboksen, 3 keer per week ijsbad, alleen maar gezond eten. Elke dag tik ik upload 20 bladzijden lezen. Zo. Opgesteld waar ik me elke dag de komende 30 dagen aan moet houden om aan mezelf en aan mijn business te werken. Oké. Mijn wekker ging af om 8 uur 's ochtends. Oeh, dat is wel laat, 8 uur 's ochtends. Toch? Kom op, 5 uur 's ochtends, dat is de mindset. Kleren aangetrokken en direct naar Muay Thai training gegaan om 1,5 uur vervolgens te trainen. Zoals jullie zien, even achter de workout, een shape check. Het lichaam ziet er goed uit, Gerlenko. Ben ik eerlijk in. Om toch nog even in positieve vibe te blijven. Wat een eerlijke training, wel super zwaar. Vervolgens in het ijsbad gegaan. Ja. Dit was echt... Oh, maar je hebt nog helemaal niet koud gedoucht. Dat stond in je 30 dagen challenge. Toen heb ik nog even wat lekker product research gedaan met een mooi uitzicht. Mooi uitzicht. Hoe noem je dit een mooi uitzicht, vriend? Dit is echt lelijk. Een mooi uitzicht. What the fuck? Daarna ben ik nog even lekker naar het strand geweest. Heb ik even lekker gelegen. Was super fijn, want ik wilde wat drinken, maar kon gelijk een bekertje pakken. Zo goed is de service hier op Bali. Ja toch, dat is hoe we leven hier. Lekker man. Lekker uitzicht. Product research. Als je ziet, zit ik te kijken naar allemaal andere soorten die ik kan verkopen. Maar ja, that's the life, weet je. Same boy, different mentality, man. Voor mijn dropship store. Oh, een dropship store. Dat verbaast me. En hier ging nog even werken aan de Gerla-formule. Binnenkort... De Gerla-formule, jongens, binnenkort te zien. Jongens, ik zweer het je, ik ga binnenkort al die cursussen kopen en ik ga alles gewoon gratis op internet gooien. En ik kan iedereen gewoon kijken wat voor zo het is. Oh. Als laatste, de 20 bladzijden per dag, lekker gelezen met nog een mooie quote om de dag. Een mooie quote, rich people acquire assets, the poor and middle class acquire liabilities that they think are assets. Dit is sowieso rich dad poor dad. Dat moet toch wel rich dad poor dad zijn? Ik ga deze quote even opzoeken. Maar als dit rich dad poor dad is, dan ben ik van twijfel om te stoppen met deze video. Aangezien dan is echt elk stereotype wat ik heb van deze gast is dan bevestigd. Oh mijn god. Oh, nou, meneer, lees de boek. Meneer, lees de boek. Oh, het boek wat overal staat is nummer 1 van. Lees dit als je succesvol ondernemer wil worden. Elke dag 20 pagina's lezen. Dit is je eerste boek wat je leest. Jongens en meisjes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Day in the Life. Vandaag gingen we meerdere villa's bezichtigen. Deze eerste villa. Maar besef, zij boeken een villa via Airbnb, want we zitten net te kijken. En dan gaan ze bezichtigen. Dat is toch ongelooflijk? Dan bellen ze dus van, ja, misschien wil ik het wel, maar ik wil wel even kijken. Voor 2000 euro per maand. What the f***? Die papier-mâché villa. Echt gewoon een scam, dat zag erop. Foto's echt super groot uit. En ja, dat was gewoon een kleine villa. En hier vroegen ze 4000 euro per maand voor. Zo, dus dat... was je bij gescamd inderdaad. Dat kom je helemaal niet bekend voor, mensen scammen. Nee, tuurlijk niet. Vervolgens gingen we naar een nieuwe villa toe. En deze villa, ja, dit is echt extreem. Deze villa staat al langer dan 6 maanden leeg. Het ziet er heel onverzorgd uit. Dingen moeten geschilderd worden. Alles is oud en weet ik veel wat. Maar dit wordt onze nieuwe villa. En dan vraag je je af van, what the fuck, je bent naar zoveel mooie villa's geweest. Deze villa hebben wij dus nu gehuurd. Oh, en er vliegen trouwens ook gewoon vleermuizen rond. En het is nog allemaal rotzooi zoals jullie zien. Dat was echt, er zat zelfs nog poep op de grond. Poep op de grond? Had er poep op de grond? Aan de fuck zit er poep op de grond? En uiteindelijk nog uitgegaan, want er was een nieuwe vriend uit Nederland gekomen. Dus topdag weer. Uitgaan, nee. Die same boy different mindset is helemaal vergaan. Dat is helemaal weg gewoon. Ik snap er niks meer van. Als jij je leven wil veranderen in 30 dagen. Oké, is goed. Ja. Dat wil ik wel, ja. Daar ligt het aan trouwens. Als ik dan ineens dat ik ineens mijn ogen niet meer heb of zo. In dat soort veranderen. Of dat heel mijn familie dood is. Dan hoeft het niet. Zoek een businessmodel en zet doelen. Sport 6 keer per week. Verwijder social media. Lees 30 minuten per dag. Eerste uur dat je wakker bent, niet op telefoon. Omring jezelf met de juiste mensen. Verwijder negativiteit. Stop met excuses. Maken en jezelf in een slachtofferrol zetten. Oké, verwijder social media doet hij niet. 30 minuten per dag lezen doet hij niet. Tenminste, hij leest 20 pagina's per dag. Ik neem aan dat je daar geen 30 minuten over doet. Eerste uur dat je wakker bent, niet op telefoon. En vindt iedere keer dat hij wakker wordt, doet hij ook niet. Omring jezelf met de juiste mensen. Nou, hij omringt zichzelf alleen met telefoon. Dus dat doet hij ook niet. Vermijd negativiteit. Doet hij niet. En reageert op allemaal haatcomments. En stop met excuses zoeken. Dat weet ik niet. Daar zijn we nog niet achter gekomen. Ik denk dat deze gast minder dan de helft van deze punten zelf doet.
Weet je wat grappig is? Ik kijk soms van de reacties van mijn TikTok of Instagram posts. En de positieve reacties zijn altijd ondernemers of mensen met doelen. Nee hoor, ik ben negatief. En ik zou mezelf dan ook omschrijven misschien als ondernemer. Dus het is niet waar wat je hier zegt. Jongens en meisjes, als jij op dit moment op het punt staat je niet wilt zijn, dan raad ik je aan om de volgende 3 mindset boeken te lezen. Rich Dad Poor Dad, Think and Grow Rich en maandag tot vrijdag werken en in het weekend je kop eraf zuigen. Wat heb jij te vieren? Oh. Wij hier in Bali gaan alleen feest vieren als we onze doelen hebben behaald. Ik bedoel, kijk waar we zijn. En waarschijnlijk krijg ik allemaal comments onder deze TikTok van jammer joep balans. Geloof me, mijn leven hier in Bali is 10 keer zo goed als in Nederland. Bali is niet 10 keer zo goed als Nederland. Je hebt waarschijnlijk geen zorgverzekering, tyfuswegen, geen sociaal stelsel of iets. Als je daar geen geld verdient, dan zit je waarschijnlijk gewoon op straat. Hoe kan je nou zeggen dat Bali 10 keer beter is dan Nederland? Nee, het is 10 keer goedkoper! En dan kom ik weer op hetzelfde punt. En ik herhaal mezelf alleen maar, want ik word zo gek van die domme mensen allemaal. Oi, 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 oi. Inflatie is aan een recordhoogte van 17,1%. IJskeer. Desperado. Hoeveel is dat? 100.000. 100.000? 100.000. Deze gast heeft hier een bed liggen. Deze gast heeft hier op zijn bed, om te flexen, omgerekend, allemaal briefjes van 5 euro liggen en 2 euro muntstukken. Oh mijn lord. Stel iemand in Nederland zou een video maken van laat ik boeien me niet. En dan zou het zijn 105 euro briefjes en 20 2 euro muntstukken. Oh mijn god. Oh, dit is de grootste meme ooit. Inflatie. I don't care. 50 cent. 2 euro. 2 euro en 10 wasboxmunten om mijn auto te wassen. Ik kan deze stitchen, dat ga ik wel even doen. Dat is wel leuk. Mensen volgen me op TikTok, mijn TikTok is hutscoot. Je leert oprecht om te sparen. Ja. Terwijl sparen, nou, dat is het allerdommelste wat je op dit moment kan doen. Mm-hmm. Nee hoor, je kan ook geld opeten. Dat heb ik een tijdje gedaan, maar dan gaat het echt hard. Ik ging een tijdje gewoon al het geld wat ik zag, ging ik opeten. Ja, dan gaat het echt hard. Dan poep je wel geld, alleen niet op een goede manier, want je kan het niet meer uitgeven. Dus het is niet het allerdomste. Inflatie 17,1%. Ja. Als je een miljoen vermogen hebt, verlies je 171k. Nee, je verliest geen 171k. Je houdt een miljoen, alleen is je geld minder waard. Maar je verliest geen 171k. Het is niet dat het jaar daarna heb je ineens nog maar 829.000 op je rekening staan. Je hebt nog steeds een miljoen op je rekening. Dus dat maakt niet uit. Maar wat hij zegt is wel waar, want je geld wordt minder waard. Je kan het veel beter inderdaad afgelopen jaar in crypto kunnen stoppen. Bijvoorbeeld in de bitcoin. Als je dan een miljoen had gestopt... Als jij een miljoen had gestopt in de bitcoin... Oké, nu ga ik mezelf misschien verloren. Ik moet even kijken hoe ik dit uitreken. Stel je had 22 bitcoins gekocht aan het begin van 2022. Want crypto, hè. Crypto had je het volgens Gerlenko had je daarin moeten stoppen. Want ja, je gaat het niet sparen. Wordt je geld veel minder waard. Volgens hem gaat er zelfs geld van je rekening af. Dus zo werkt inflatie niet. Maar dan had je iets meer dan 1 miljoen in je bitcoin gedaan. Namelijk 1.016.000. Nou ja, dan had je nu nog gewoon een net, even kijken. Ik schrijf het even op. 363.000 euro over gehad. Nou, maar 650.000 euro verlies. Daarom, top het gewoon in crypto. Hij zegt het veel beter. 650.000 euro verlies, jongen. Kassa. Lekker, man. Nee, dus dan 4-5 per week hockey. Mm-hmm. Ja, gymnasium, nou dat is gewoon, dat is echt wel bikkelen, dat is het hoogste niveau van Nederland. Qua school, Latijn en Grieks, nou echt afschuwelijk. Deed je er iets voor? Nee. Oh, die andere gaat wel ineens in beeld. Ja, niet opscheppig, maar ik ben wel gewoon echt slim. Ik heb een klas overgeslagen op niets voor niets. En... Ik wil niet opscheppen, maar ik ben gewoon slim. En ik ben ook heel rijk. En ik ben eigenlijk misschien wel de perfecte man op aarde. Ik wil niet opscheppen, maar eigenlijk kan ik alles. Maar ik wil niet opscheppen. Haal dit allemaal oprecht zonder te leren. Ik had boeken, die waren gewoon nog in de verpakking. En juist, ging over, ja. Gaf ik ze terug en dan was hij nog in de verpakking. Ziek. Doodziek, deze guy. Woo! En dan heb ik nooit vaste kosten gehad. Ja, man. Totdat ik hier kwam. Ja. En dan ga je echt pas beseffen, oké, luister. Ja. Zo, ik zit even in het team. Die gast op de achtergrond, die is pas irritant. Moet je even luisteren. Ik denk dat die Gerlenko irritant is. Moet je even luisteren naar die andere gast. Hiervoor heb ik gewoon altijd bij moeder gewoond. Mm-hmm. En heb ik nooit vaste kosten gehad. Ja, man. Totdat ik hier kwam. Ja. En dan ga je echt pas beseffen, oké, luister. Ja. Snap je, je wist altijd wel, alles kost wel geld. Maar als je niks uitgeeft, dan besef je het niet. Nu betaal ik alles zelf. Huur, scooter, gym, ja, visum, cameraman komt binnenkort. Deze ruimte of huur, zeg maar, alles kost geld. Juist. Dan besef je van, oké, snap je, het is wel echt wat. In plaats van dat er een getal op je rekening staat en je denkt van, nou, ik heb geld, maar je doet er niks mee.
Die fans zeggen gewoon 100 keer ja. Je moet gewoon je bek houden, vriend, als je interviewt. Stef trouwens, hij wordt... Besef dit! Hij wordt geïnterviewd, zogenaamd. Dus dit is zogenaamd zijn interview. Want hij doet alsof hij geïnterviewd wordt. Maar dat is niet zo, want hij zegt hier dat hij zelf die ruimte heeft afgehuurd. Dus hij heeft die ruimte afgehuurd en gevraagd aan een van zijn holmatties. Die daar 36 euro verdient en dat. En 900 mensen hebben dit gelijk. Jezus, zijn ook live op YouTube Fortnite. Als je alles goed doet, ja, is het helemaal niet leuk. Nee. Daarom zeg ik ook van, als we binnenkort naar Nederland gaan... Ja. Een soort van... Ja, ik kan niet meer luisteren. Nee. Ja. Nee. Dat is helemaal niet leuk. Nee. Daarom zeg ik ook van, als we binnenkort naar Nederland gaan... Ja. Een soort van... Het is leuk om slechte tijden te hebben, want dan waardeer je de goede tijden meer. Als alles goed gaat, ik bedoel, stel, je zit in een voetbalteam en je wint 100 potjes achter elkaar. Ja. Het winnen wordt steeds minder leuk. Juist. En juist die fouten maken, even weer terug, geef je zoveel. Ja. En het is even kut. Ja, man. Mensen, ik kan niet meer. Ik hoop dat je het leuk vonden. Vond je het leuk? Ja, dat is heel fijn. Abonneer op mijn kanaal en like de video. Ik ga even huilen. Verschrikkelijk zeg. Doei!